de scheidsrechter? Ik weet niet hoe die heet. Loes Geurts en Merel van Dongen, dat zijn onze kandidaten tijdens deze nieuwe minigames. Speel gezellig mee, een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk alvast op het kanaal Ons Oranje. Loes en Merel, leuk dat jullie er zijn. Voordat we beginnen met het allergrootste en belangrijkste spel, eerst een kleine warming-up, want dat is onwijs belangrijk. Jullie zien hier voor je een Nerf game. Ooit eerder gespeeld? Zeker. Ja, zo'n 30 jaar geleden. Het is heel simpel. Je begint aan de ene kant en je eindigt aan de andere kant. En ondertussen ga ik het jullie moeilijk maken met dilemma's of persoonlijke vragen of andere dingen. Dat gaat al lekker. Wat is het meest besproken onderwerp in de kleedkamer? Voetbal. Toch? Ja. Er komen heel veel andere dingen wel bij, maar voetbal. Kleine side notes. Politiek. Mooi. Wat is het laatste wat je hebt gegeten vandaag? Een appel. Een wrap met zalm. Oh, wat lekker. Wat is jullie lievelingseten? Spaanse tapas. Oh, echt? Dat vind ik ook lekker, maar ik ga toch voor de Thaise keuken. Oké, waar mogen mensen jullie wakker voor maken? Zo, ben jij traag, zeg. Ja, ik heb hem wel 28 keer aangeklikt. Dat bedoel ik. Oké, we gaan het spel spelen. Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Ja, jij bent de scheidsrechter. Heel goed. 3, 2, 1. De presentator van Veronica Inside. Je kijkt toch nooit Nederlandse TV? Een Nederlands elftalspeler, hij speelt nu bij PSV. Hij heeft heel lang al bij PSV gespeeld. Toen ging hij naar Barcelona, toen raakte hij geblesseerd aan zijn knie. En toen is hij nu weer terug bij PSV, hij is ongeveer 32. Marokkaanse ouders. Passen mag, hè? Dezelfde voornaam als Zlatan. Dit is onze nummer 10. Danielle van den Donk. Zo, hè, we hebben er al één. Hey. Ja, dit is onze fantastische nummer 9 die bij Arsenal heeft. Vivianne Minima. Nee, dit is de mannen. Van bij Feyenoord vorig jaar zijn laatste seizoen. Nee, dat weet ik allemaal niet. Jawel, je moet iets meer nadenken. De nummer 4 die nu naar Juventus gaan, de mannen. Die fantastisch jonge verdediger die bij Ajax heeft gespeeld. De Ligt. Ja. Och, wat goed. Dit is de knapste acteur van de Titanic. Leonardo DiCaprio. Oh. Ja, ik zou je bijna zoenen. Maar even keeper van Feyenoord, maar is ook keeper van Ajax geweest. Kennen ze meer? Ja. Ken net hoor, nog 10 seconden. spits van Australië vrouwen. Sam Kerr. Ja. De grootste voetballer tijd nummer 14. Johan Cruijff. Hoe ging het begin? Nou, slecht. Ja, hoe ging het daarna? Prima. Juist, dat vind ik ook. Ja. En wat hebben we nog in petto? Een tweede ronde. Oh. Met 2 minuten. De tijd gaat in bij 3, 2 en... Acteur die heeft zo'n speciaal geloof met... Zo, jij gaat gelijk heel diep. Van die film ook met het... Mission Impossible films. Ja, precies. Mission Impossible? Ja. Tom Cruise. Ja, juist, precies. Wat goed hè. Miem, miem. En een andere acteur? Acteur van Nespresso. George Clooney. What else? De scheidsrechter. Ik weet niet hoe die heet. Oh shit! We hebben een kleine format. Ik weet niet hoe die heet. Nee, die ken ik ook niet. Onze nummer, de future nummer 10, die nu wel eens op 6 speelt. Vicky Pelova? Nee. Inessa Braagman? Nee, zijn aanstel is nog gaan. Ja. De filmfiguur. En die kan op de muren klimmen. Spider-Man. Juist, heel goed. Nog 10 seconden. Is ontslagen bij RTL Late Night. Ontslagen? Ja, van hiervoor. Geert Vos. Anouk Hoogendijk altijd uitnodigt. Hey, Humberto. Hoe is het, ouwe? Laten we tellen. 2, 3, 4... 20. 20? Ja, telde ik ook. Ja? Ja, het is goed. Ik zat op 17, hoor. Oh. Hoppatee. Hier, we gooien er gewoon in, hoor. Ja. Hartstikke idee. Maar ik vind wel dat jullie het echt heel goed hebben gedaan en eigenlijk ook wel een revanche verdienen. Dus ik zou zeggen, halen wij de 5000 duimpjes omhoog, dan krijgen deze dames gewoon een revanche. Oh my god, please. Oh my god. En heel veel succes met alles wat er op jullie pad komt. Dankjewel. Alright. Doei. Geef nogmaals een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer natuurlijk op Ons Oranje, zodat je geen enkele video mist hier op dit kanaal. En dan zie ik jou heel graag bij een volgende video. Spits van Barcelona. Luis Suarez. Ja. Wow.
man. Deze monsterscore.